We zijn vandaag in Alverna en we zijn bij een prachtig project hier. 90 zorgeenheden die we hier gerealiseerd hebben. En vandaag is de oplevering. Nou, als ik kijk naar dit project, dan zijn we hier al lange tijd mee bezig. Een intensieve voorfase gehad, het ontwerp, kijken hoe kunnen we nog beter bouwen, slimmer bouwen. Hoe kunnen we met de producten omgaan, samen met de architect, maar ook met onze installatiecomponent. En als je kijkt naar de integraliteit, ja, dan denk ik dat we gewoon een heel krachtig team zijn geweest. En daarmee zie je dat dit project ook wel gewoon goed gelopen heeft. Wat is zo bijzonder, maar begin je natuurlijk met de opgave. En de opgave was eigenlijk een hele grote opgave qua volume wat nodig is om op deze gevoelige plek te maken. En we hebben eigenlijk gezocht om het gebouw zo te kleden dat het zich mooi voegt in het landschap. Dat zowel qua volume, maar ook de zinnegevens kijken, is een heel fijn geleed. En dat het niet een strak te grof project zou worden. Dat zich gedijt straks in het groen, wat nog gemaakt moet worden. Zodat eigenlijk, zeg wat, het lijkt er heel natuurlijk in te zitten. Ondanks dat we eigenlijk een vrij groot volume hebben moeten maken. Nou, wat dit in de eerste plaats heel bijzonder maakt, is dat na heel veel jaren overleg met de buurt, de gemeente, allerlei partijen in het Wieringse en op Laverna's, eindelijk dit pand eigenlijk is gekomen. En dat hiermee voor een hele grote groep mensen de huisvesting op de goede manier wordt ingevuld. De samenwerking hier is super gegaan met de architect, constructeur, maar ook zeker met Thales. Thales is echt onze partner, daar werken we veel mee en daar zijn we ook heel blij mee dat we daar uiteindelijk voor mogen werken.